Ik was zwanger en het begin van mijn zwangerschap heb ik Saskia ontmoet. Ja, toen Saskia binnenkwam, toen voelde het gelijk goed en ik vertrouwde meteen. En ja, dat heb ik niet vaak bij hulpverlening. Kisha was iemand die eigenlijk ook aangaf vertrouwen te hebben met hulpverlening. Daar had ze ook al heel veel ervaringen mee gehad. Dus ze had ook al een flinke rugzak, net zoals haar partner, met hulpverlening. Ze waren ook wel wat kwetsbaar omdat ze ook geen juiste woonplek hadden. Ook met de dingen aanpakken van nou ja, waar beginnen we nu om zo goed mogelijk deze start te maken met ons kindje. Kansrijke start in Almelo betekent eigenlijk dat we heel nauw samenwerken met het ziekenhuis, de verloskundige praktijk, consultatiebureau, kraamzorg en het wijkteam. Zodat iedereen korte lijnen heeft, goed zijn werk kan doen en wij allemaal zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij de zwangeren. Bij de 20 weken echo bleek onze dochter heel erg ziek te zijn. Ze had een ernstige hartafwijking. En we konden ervoor kiezen om de zwangerschap te beëindigen. Maar we hadden er toch voor gekozen om door te zetten. Om te kijken of ze toch de operatie zou ondergaan. Maar toen ze eigenlijk was geboren, toen konden de operaties ook niet en was ze snel overleden. We hebben de babykamer nog steeds. Die bleven we ook gewoon houden voor de volgende zwangerschap. En ook als herinneringen aan haar. Ja, wat ik heel graag wil doen is met Kisha ook een plan maken om de verbindingen te zoeken met mensen waar zij zich ook prettig bij voelt, die ook haar leren kennen, zodat je met elkaar daarin een mooi plan kunt maken om ook verder te gaan. Ja, ik voel me gewoon sterker in mijn schoenen staan na alles wat er is gebeurd. Ik ben bezig met een diëtist, ik ben bezig met hoe ik gezonder kan leven, hoe ik minder paniek en angstaanvallen heb, hoe ik vrolijker in het leven kan staan. Waar ik heel blij van word in mijn werk is dat ik weer zie dat Kisha en Gerald dingen aan het oppakken zijn die ze heel graag wilden doen. En daarin weer echt een stuk weer terugpakken in hun eigen leven. En daar ook heel blij van worden. Saskia helpt me om dingen te doen waar ik blij van word. Als een vlinder zo vrij, kom je stilletjes voorbij. Als ik zing, dan word ik gewoon heel blij en daar kan ik gewoon mijn verdriet en mijn verhaal en alles wat ik voel, daar kan ik daarin kwijt. En eerst durfde ik die stap niet te zetten, maar nu heb ik toch de stap durven te zetten door Saskia. Als een vlinder zo stil, kom je steeds heel dichtbij.